Erna? Ja. Dit is nou Biba. Hoe gaat het met Biba haar dateleven? Oké, hello, we are back met de mukbang. Lang geleden met jou, mukbang. Ja, inderdaad. Een jaartje. Een jaar? Klein jaartje. Een jaartje. Nou, we hebben even eten gehad bij Scrumpy. Dat is hier in het dorp en het is echt heel erg lekker. Een beetje zo. Ja. En we hebben broodjes. Broodjes met kip en een broodje carpaccio. Een beetje dik. Ik weet niet. Zo op mijn bordje hoor. Oh, heerlijk. Jongens, deze broodjes zijn zo lekker. Oké, hierin zit dus de kip. En die is fucking heet nog. En dit vind ik het lekkerste broodje bij Scrumpy. Ik eet altijd carpaccio. Je ziet inderdaad onze voorhoofden niet. Of ligt dat aan mij? Ja. Oh, dat is beter. Je ziet nu alleen ons eten niet meer. Maar dat maakt niet uit. Nee, dat doet het niet. Oké, oh ja, we hadden vragen gekregen. Ja, eerst even een hapje hoor. Ja, eerst even mijn eten klaarmaken. Met de kip erop. Ben je, zo gelijk zwaar beladen vraag. Ben je een keer zwaar teleurgesteld geweest in het vriendschap? Zo ja, hoe? Bij allebei. Ja, bij allebei wel. Ja. En toen zeiden we tegen elkaar, gelukkig hebben we elkaar. Het zijn nichtjes en wij gaan nooit... wij kunnen geen ruzie maken. Echt, hè? Tenminste, wij kunnen heel goed ruzie maken, maar niet te lang. Het moet goed komen, ja. Ja. Nou ja, ik was ook echt teleurgesteld in jouw vriendschap. Met die chick. Maar ik heb het 2 keer gehad. Oh ja. Dat is eigenlijk nog erger. Dat is nog erger, ja. 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 Dat snap ik wel. Want dat was echt je vriendin al zo lang. Ja. Echt al heel lang. Sinds de basisschool gewoon, groep 1. Toch? Mm-hmm. Groep 3. Nou, 3, ja. Zo gaan die dingen. Mm-hmm. Ja, ik ook wel 2 keer hoor. Maar... 2 mensen. Maar... 3. Sowieso was ik heel erg teleurgesteld in... Want dat vond ik gewoon heel lullig gaan. Dat vond ik echt niet leuk. Ja. Maar dat ik, ja, daar ben ik nu wel echt zwaar overheen. Omdat we niet zo lang bevriend waren. En dan... Ja, die had ik ook in mijn hoofd. Daar was ik ook echt lang bevriend mee. En die heeft mij echt, vind ik, echt gewoon... Die was gewoon echt gemeen of zo. Gewoon jaloers en... Ja, gewoon echt niet leuk. Welke sporten hebben jullie gedaan? Of doen jullie nu? Wij hebben samen gedanst. Dat was musical, toch? Of hoe heette dat? Nee, showdance. Wij deden showdance. Een soort van musical-achtig. Mm. Ja, dat was wel echt leuk. Ja. En ja, jij hebt zelf ook nog dansen gedaan, toch? Ja. En tennis. Hebben we ook samen gedaan. En hockey heb ik gedaan. Maar niks afgemaakt. Nee. Ik heb ook tennis en dansen. En dat was het eigenlijk. Ik heb heel lang getennist en heel lang gedanst. En nu gewoon in de gym. En nu gaan we ook samen naar de personal training. We hebben eigenlijk best wel veel samen gesport. Ja. En nog steeds. Nou ja, niet veel, maar... Wat vinden wij het leukst om samen te doen? McDrive. Nee. Wat vind ik het leukste met jou te doen? Eigenlijk op vakantie. Ja, vakantie. En anders met die meiden uit ja. Of zo. Ik denk dat inderdaad. Gewoon een festival. Oh ja, festival. Ja. En we zijn natuurlijk best wel veel op vakantie geweest samen. Dus dat is denk ik wel het leukste. Ja, sowieso. Wat vond jij het leukste? Vakantie? Abu Dhabi. Ja, ik ook. Ja. Abu Dhabi was echt, ja, was voor Biba geen vakantie eigenlijk, maar toch wel een soort van. Ja, toen jullie er kwamen, toen wel. Ja, toen was het even vakantie. Ja. Gingen we ook echt leuke dingen doen. Mm-hmm. Maar ik vond Ibiza ook leuk. Ja, maar... ik ook. Maar met de meiden of die met z'n tweeën? Ja, als we het er nu over hebben met z'n tweeën dan. Maar ik bedoel, met die meiden was ook fucking leuk. Maar dat we met z'n tweeën op die... Helemaal die dingen ging beklimmen. Nou, dat was echt... Hadden wij weer. Ja. We gingen... Hoe heet het ook weer? Naar Esvedra.
Nou, maar zo'n punt. Midden op zo'n berg. Zo'n uitzicht. Uitkijkpunt, dat was het. Ja. Maar wij konden de weg weer niet vinden. Wij waren echt 10 keer verkeerd gelopen. Ja, blijkbaar gewoon helemaal buiten adem. Je had gewoon zo'n hele normale route. Maar wij gingen echt klimmen. Offroad. Nou, de rotsen. Ik was echt bang dat ik een of ander beest zou tegenkomen. Dat was echt erg. Moesten we ook klimmen over allemaal van die prikkelplanten. Ik sloeg echt nergens op. Maar uiteindelijk kwamen we er. Op een gegeven moment dachten we, dit kan niet kloppen. Maar toen we er kwamen, was het wel echt leuk. Ja, en ook nog die hippiegrot. Ja, er was zo'n hippiegrot en daar hebben we nog gechilled en daar hebben we ook nog iets neergelegd. En dan zouden we eigenlijk volgend jaar, zouden we dan gaan kijken. Wat hadden we daar neergelegd? Dat hadden we daar neergelegd. Ik ga stuk, dat is er sowieso niet meer. Nee. Weet je nog waar? Nee. Ja, ik heb het gefilmd. Oh. Ik heb dat gefilmd. Als ik het nog kan vinden, zal ik het hier inplakken. Maar... ik ga even kijken waar ik hem ga verstoppen. Maar ik moet wel goed verstoppen, want die... ik ga hem hier achter leggen, denk ik. Ja. Ik zweer, jongen, als deze er nog ligt volgend jaar, hoor ik gek. Je ziet het niet vanaf hier. Dit is de plek voor volgend jaar, jongens. De plek. Ik weet het nog. Ja. Ik ga stil. Oké. Verwarren jullie wel eens thanks met thanks? Wie zegt dat? Weet ik niet. Ik ken hem niet. Maar. Nee. Op welke middelbare school zaten jullie? Nou, ik zat op Dalton Den Haag. En dat was echt een hele leuke school, vond ik. Ik vond het echt een chille school. Maar ja, dat zegt voor mensen die niet uit Den Haag komen, zegt dat helemaal niks. En Biba, jij zat op? Ik zat op ISW Poedijk. Oh, ja. Eerste 2 jaar. Toen ben ik een jaar naar, hoe heet dat? Valuas College gegaan in Venlo in Limburg. En toen heb ik naar Abu Dhabi geweest. Een online school was dat. Dat heette de Wereldschool. Mm. En daar heb ik, ja... alleen Nederlands, Engels en geschiedenis gedaan. Toen uiteindelijk ook geschiedenis laten vallen. En toen het tweede jaar, zeg maar nog een jaar daarna, ben ik weer teruggegaan naar ISW Poedijk. Heb ik de rest van de vakken gehaald. Dus eigenlijk mijn diploma in 2 jaar gedaan. Ja. Ja. Is de knapste speler van ADO op dit moment Boy Kemper of Marius van Meel? Ken jij die? Boy Kemper ken ik wel. Dat is die vriend van Sam. Huh? Oh, die ken ik helemaal niet. Oh, nou ja, maar die ander ken ik niet. Marius van Meel. Nou, we zijn allebei niet echt mijn ding. Nee, leuke jongens misschien, maar niet mijn ding. Weet je wie de knapste speler van ADO was? Sam Stein. Ons neefje en broertje. Hoe gaat het met Biba haar dateleven? Bedankt Roos voor deze vraag. Ja. Ja. Biba haar dateleven. Hoe zou je het omschrijven nu? 3 woorden. Rustig. Rustig. Zeer rustig. Ja. Maar ook relaxed. Speels? En speels. Ja, hier laten we het bij. Wat vinden jullie van elkaars kledingstijl? Wat is een item van de ander die je echt niet mooi vindt? Nou, Biba is zeg maar... we hebben wel een beetje dezelfde stijl. Maar Biba is zeg maar... wat basic, meer basic. Dus gaat voor iets meer safe. Mm-hmm. En ik ga voor iets gekker. Ja. Want vaak vind je het wel leuk wat ik aan heb. Maar dan zou je het zelf niet aantrekken. Ja, dat. Ja. Maar of ik echt iets... heel lelijk vindt. Weet ik zo snel niet. Ik ook niet. Nee. Oh, een favo kledingstuk van elkaar. Dat vind ik ook moeilijk. Ik weet echt niet wat jij allemaal in je kast hebt. Nee. Ik heb echt geen idee. Maar moet een kledingstuk zijn, mag het ook een tas zijn. Want tas weet ik wel. En welke vind je dan mooist? Balenciaga tas. Die witte? Ja, sowieso. Maar dat kleine zwarte ding vind ik ook leuk. Oh.
Dit is Biba. Dit is nou Biba. Net haar moeder. Nou. Pak gewoon een nieuwe. Ja, dat doe ik ook. Oh. Ik dacht, je gaat hem afwassen of zo. Nee. Dat is voor jou. Ja joh, hè? Oh, daar zitten alle cashewnoten. Ik dacht al, ik mis mijn cashew. Ik had er ook een paar. Ja, heerlijk vind ik dat. Oké. Waar waren we ook weer? Oh ja, favoriete kledingstuk. Ja, ik vind jouw Maje tasje wel heel leuk. Ja, die is ook leuk. Best wel simpel tasje, maar hij past gewoon leuk overal bij. Mm-hmm. Dat vind ik leuk. En ja, je Instagram tas vind ik ook mooi. Ja. Even kijken hoor. Waren jullie al... Oh, wacht. Hoe is het om met je nichtje zulke goede vriendinnen te zijn? Waren jullie altijd al meer vriendinnen? Of is dat gegroeid? Wat zijn leuke herinneringen? Ook nog. Wacht even hoor. Zullen we hier beginnen? Vraag 1. Hoe is het om met je nichtje zulke goede vriendinnen te zijn? Ja, ik vind het wel leuk. Ik ook. Ja. Ik moet zeggen, in het begin moest ik wel even wennen hoor. Toen ik... Kijk, in het begin nam ik Biep altijd mee. En toen op een gegeven moment ging ze ook gewoon zelf afspreken met die meiden. En daar moest ik wel even aan wennen. Ja. Dat maar... Snap ik. Ja, want dan dacht ik opeens van... Oh, we zijn aan het afspreken. Waar ben ik? Maar nu vind ik dat gewoon... Ja, nu vind ik het gewoon helemaal normaal. Ja. En dus denk ik ook gewoon eerst even wennen. Maar dat is niet omdat je mijn nichtje bent. Maar dat is gewoon... Dat is überhaupt als je een vriendin bij een vriendinnengroep brengt. Ja, dat met sowieso. Ja, dat wij, überhaupt. Had ik toen ook, toch? Ja. Ja. Maar het is dus leuk. Ja. Waren jullie... Oh ja, weet je wat ook chill daarvan is? Even zeggen. Ik wist dat je dit ging zeggen. Dat was vorige keer ook. Ja? Heb ik dat ook gezegd? Ja, ik vind dat echt, zeg maar... Wij kunnen gewoon net iets meer tegen elkaar zeggen, omdat we toch netjes zijn. Vind ik. Mm-hmm. Dus je bent altijd... Je kan elkaar soort van niet echt verraden of iets. Of, snap je wat ik bedoel? Ja, het kan natuurlijk altijd, maar het gebeurt minder snel, ja. Denk ik. Ja. Je moet het gewoon weer goed maken met elkaar. Als er ruzie is. Ook. Ja. Daarom denk ik ook niet dat er zo snel gezeik zou komen. Dat hebben we ook nooit. We hebben af en toe meer irritatie dan echt ruzie. Ja, maar wij kunnen wel het snelste irritaties aan elkaar uiten. Ja. Dat is het dan weer wel ook. Ja, omdat je nergens bent. Mm-hmm. Waren jullie altijd al meer vriendinnen of is dat gegroeid? Dat is wel gegroeid, toch? Ja. We zijn altijd wel goed met elkaar omgegaan, maar ik voelde me wel altijd meer een soort nicht gewoon. Mm-hmm. En nu? Totdat ik wat ouder werd. Ja. Nu maar... is dat gewoon weer een beetje... Eigenlijk sinds een beetje Maasluis... Toen nam ik weer voor het eerst mee naar een feestje voor mijn vrienden. Ja, ik denk ook inderdaad... Ja. Sinds toen ben ik jou meer als vriendin gaan zien, denk ik. Ja. Toen merkte ik ook echt dat je al echt ouder was geworden. Wat heb jij ervan gemaakt die avond? Nee, Dagmar. Ik niet, dat heeft Dagmar gedaan. Ik was jou de hele avond kwijt. Ja, nee, dat was echt wel een hele leuke avond. Ja, dat was echt leuk. Ja. Zo, dat was echt een. Dat was ook echt een middelvinger naar die andere. Die toen allemaal niet met je wilde afspreken, weet je wel. Ja. Toen zei je nog van, wil iemand anders mee? Toen zei ze allemaal, oh nee hoor, we hebben allemaal een plan. Oh. Toen dacht ik echt, kutwijven. Inderdaad, dat was toen. En vervolgens waren ze allemaal jaloers dat ze er niet bij waren en gaan ze nu dolgraag met hun om. Mm-hmm. Eerlijk? Ja. Dat zag ik. Relaties. Je vriend combineren met vriendinnen. Jaloezie. Omgaan met iemands verleden. Wow, heel veel onderwerpen om over te praten. Oké, je vriend combineren met vriendinnen. Hoe vind jij dat ik dat combineer? Ik heb namelijk een vriend, Biep niet. Nee. Maar ik vind dat je het soms wel wat beter kan combineren. Ja, wanneer dan? Nou, bijvoorbeeld als je... Maar je gaat, zeg maar, kijk, je komt wel naar ons, maar je gaat wel eerder weg. Ja. Dat snap ik dan ook wel weer. Maar ergens, soms vind ik het wel jammer. Dan denk ik, ja, weet je, je slaapt bijna elke dag met hem. Kom, je kan ook een keertje niet met hem slapen. Snap je wat ik bedoel? Of dat je later aankomt dat hij al slaapt. Dat, soms denk ik wel van, ja, jammer dat je dan nu al weggaat. Nou. Maar ja. Dat snap ik.
Maar dat is wel vaak mijn manier van combineren. Want kijk, ik heb dan in het weekend... Ik werk vaak in het weekend. Ja. En ik probeer altijd één avond met vriendinnen, één avond met Jani. Maar als ik moet werken, dan ga ik het dus combineren op één avond. Mm-hmm. En dan gebeurt dat. Ja. Maar ja, ik snap wel wat je bedoelt. Hè. En verder? Oh, ik dacht dat je zei en Fleur. Ik dacht al, hè. Ja, verder. Kijk, ik zie je minder. Voordat je met Jani kreeg, zag ik je natuurlijk meer. Gingen we ook meer chillen door de weeks. Ja? Maar, ja. Weet je dat niet meer? We hadden echt wel een tijd. Zeg maar, echt die coronatijd. Snap je nog? Ja, oké. Okay, ja, dat was echt coronatijd. Maar ja, toen gingen we wel gewoon ook meer chillen. Ja. Dat is nu wel minder. Maar ja, dat, ik snap het ook allemaal. Snap je? Ja. Maar overdag chill ook bijna nooit, hè, met Jani. Hij zat aan het werk en ik ben ook gewoon aan het werk. Ja, oké. Okay. Ja, of gewoon even in de avond. Kijk, bijvoorbeeld laatst even, dat we even gingen chillen in de auto. Dat vond ik dan weer leuk. Want dat deden we dan wel eens vaker. Maar dat doen we dan nu niet meer vaak. Snap je wat ik bedoel? Nee, maar dat vraag jij ook niet. Nee, klopt. Dat doe ik zelf ook. Nou, dan moeten we gewoon af en toe vaker connecten. Yes. Want dat is wat ik laatst ook tegen Dagmar zei. Van, heel vaak denken jullie ook dat ik echt vaak met Jani ben, maar vaak ben ik dan niet eens met hem. Ja, dat zei Charissa ook laatst. We moeten echt vaker wat chillen, want soms denken jullie... Ja, wij denken van elkaar altijd, we hebben wat te doen. Maar dat weet je helemaal niet. Want soms, ik zit echt heel vaak gewoon thuis in mijn eentje dat ik denk, wat ga ik nou weer doen? Ja. En ik moet zeggen, omdat anderen mij dan ook niet appen, ga ik hun dan ook niet appen. Mm-hmm. Maar dat moeten we eraf halen. Hoe is het om op te groeien met een voetbalfamilie? Nou, voor jou is het denk ik meer een ding dan voor mij. Ja. Voor mij is het alleen maar leuk. Ik ga af en toe graag naar voetbalwedstrijden. En dan heb ik een leuk feestje. En ja, en ik ben altijd gewoon trots daarop. Dat mijn familie daar zo goed in doet. Maar ja, verder maak ik er niet zoveel in mee. Jij wel meer. Ja. Ik vind het alleen jammer dat ze moeten verhuizen elke keer. Dat vind ik wel kut. Tenminste. Vooral Sam, dat hij nu helemaal zijn eentje daar woont. Dat vind ik helemaal niks. Voor mij. Ga ik hier nou eens een goed antwoord op geven. Ik vind het heeft zeker zijn voordelen, maar het heeft ook zeker zijn nadelen. Ja. Want ja, we hebben wel gewoon een goed leven met z'n allen. En ja, hoe zeg ik dit goed? Ja, jullie hebben gewoon inderdaad een goed leven, weet je. Geen geldzorgen en dat soort dingen. Mm-hmm. Maar wel andere zorgen. Ja. Dat je dus af en toe moet verhuizen. We zaten een jaar in Abu Dhabi. Ja, dat is natuurlijk kut met familie en zo. En veel stress voor als het niet goed gaat met de voetbal. Dat merk je ook heel erg thuis. De sfeer is dan ook echt niet goed thuis. Dus het heeft zeker wel nadelen. Maar het heeft ook hele leuke kanten. Want ik vind het ook hartstikke leuk om naar mijn broer te kijken. En zo trots op hem te zijn hoe goed hij het nu doet. En hetzelfde geldt voor mijn vader. Maar eigenlijk ben jij ook de enige die hier niet voor heeft gekozen, om het zo maar even te zeggen. Je moeder heeft ervoor gekozen omdat hij met je vader gaat. Mm-hmm. Sam heeft ervoor gekozen omdat hij zelf ook wil. Ja. Maar jij bent de enige die eigenlijk maar ermee moet dealen. Ja. Maar ja, ik vind het wel heel leuk hoor. Dat doe je wel goed toch? Alleen dat verhuizen had van mij niet hoeven. Maar hoe kijk je daar nu op terug? Ja. Ben je nu niet blij dat het is gebeurd? Dat je nu wel op dit punt staat nu. En misschien, als jij niet naar Abu Dhabi was geweest, had je bijvoorbeeld niet in mijn vriendengroep gezeten. En had je eigen vriendengroep. Ja, was het heel anders. Klopt. Nou ja, soms ben ik wel eens benieuwd hoe het had geweest als ik het niet had gedaan. Maar ik heb nu wel... Kijk, iedereen zei op dat moment... Ik was gewoon op dat moment niet heel erg te genieten. Nee. En ik wilde gewoon daar niet zijn. En ik wilde gewoon hier zijn. En ik was gewoon... Depri. Dat, een beetje. En... Als ik daar dus, iedereen zei op dat moment, Biep, ga er nou van genieten. Het is maar tijdelijk. En ga nou leuke dingen doen. Kijk hoe goed je het hier hebt. Je hebt zon, je hebt strand, je hebt zwembad. Kijk je mooi huis. Dus het was allemaal echt super vet. Maar op dat moment zag ik dat. Ja, ik zag het wel. Maar ik kon er niet van genieten. Nee, maar dat snap ik ook. En dat snapte iedereen ook wel hoor. Ja, maar iedereen zei wel, ga er nou van genieten. Probeer er nou wat van te maken. En dat kon ik op dat moment gewoon niet. Ja, de laatste periode. Dat ik dacht van, oh my god, ik ga bijna weg. Ja. Maar als ik daar nu op terug...
kijk, denk ik wel van, had er nou maar een beetje van genoten. Want als ik nu dan hier weer in die regen loop, denk ik, oh, wat had ik het daar lekker. Ja. Ja. Dat wel. Nou. Ik denk dat het ook wel echt had geschild als jij daar gewoon school had gehad, hoor. Sowieso. Dat denk ik echt, want zij had gewoon natuurlijk privéschool online. Ja, dan maak je ook geen vrienden. Stel nou, je had daar school en je had twee leuke meiden ontmoet. Ja. Dan had je al sowieso 2 dagen in de week fun. Als je met hun even ging afspreken. Ja. Ja. Klopt. En dat had je nu ook niet. Nee, het zat allemaal tegen daar. Want we wilden wel naar school en we gingen ook kijken naar scholen. Maar in de periode dat wij daar aankwamen, kon ik gewoon niet beginnen of zo. Pas in februari, dat was dan 4 maanden verder. 5. Ja. Nou ja, toen wisten we ook niet voor hoe lang het zou zijn. Dus het was allemaal heel Ja, het verliep gewoon even anders dan jullie hadden gehoopt. Ja. Maar ja. Ja, gelukkig heb je wel toch kunnen kijken. Wat vond je eigenlijk erger? Venlo of Abu Dhabi? Dit heb ik mezelf ook zo vaak afgevraagd, maar ik weet het gewoon echt niet. Want Venlo kon je nog wel af en toe hierheen. Venlo was ik vaker hier. En had je nog wel vrienden en zo. Uit school. Maar ja, ik had het daar ook niet echt leuk. Die mensen waren ook niet echt een beetje mijn ding. Nee. Maar de mensen op mijn school dan, zeg maar. Ze waren echt heel aardig en gezellig. Maar ze waren gewoon anders als hier. En ze liepen gewoon een beetje... De vrienden van je ouders waren wel heel leuk. Ja. Die zien jullie nu nog steeds allemaal. Ja, zeker. Beetje. Ik had wel 1 leuk vriendinnetje in Venlo. Die spreek ik nog steeds. Sophie heet ze. Dus met haar had ik het wel heel leuk. Maar... Ja, ik wilde gewoon hier zijn, dat is het gewoon. Ik had hier ook een vriendje, dus de wereld leek echt... Ja. Ja, maar goed. Wat vond ik leuker? Of minder erg? Ik denk toch wel... Ik weet het niet. Nee, ik denk wel veel, toch? Ja, maar in Abu Dhabi vond ik het wel, zeg maar... wat we allemaal deden, zeg maar, we deden wel veel. En ik kon allemaal dingen zien en al die mensen en hoe het daar allemaal, hoe het leven daar was. Dat vond ik wel allemaal gaaf om te zien en mee te maken. En dat mensen, veel mensen kwamen ook over. Dus dat wel, maar ja, ik weet het echt niet. Ja, dat was wel weer leuk. Het heeft allebei voor- en nadelen weer. Ja. Jaloezie. Ben je jaloers? Op jou? Nee. Ik denk in een relatie. Of ja, sowieso. Er staat jaloezie. In een vriendschap ben ik niet jaloers. Ja. Want dan gun ik het je gewoon. Dan ben ik juist trots op jou, op de manier hoe je dit doet. Nou ja, op jou dan. Ja. En op Fleur bijvoorbeeld ook. Ja. Maar in een relatie kan ik wel jaloers zijn, ja. Maar misgunnen? Of gewoon... In een relatie? Ja. Met een andere persoon? Oh, je bedoelt gewoon met een andere persoon, ja. Niet dat als bijvoorbeeld... Stel, je hebt een vriend en die zegt... Schat, ik ga lekker op vakantie. Zou je het hem dan gunnen? Of niet? Ik vind het leuk voor hem. Maar dan word je weer jaloers op het feit dat er weer andere meisjes lopen. Ja. Toch? Ja. Dus dan komt het daar weer op neer. Ja. Ja. Ja, ik kan ook wel een beetje jaloers zijn hoor, maar wel gezond. Ik ben niet heel psycho. Toch? Nee, ik kan gewoon, als jou een avondje weg wil, is dat helemaal prima. Maar ik kan wel, als ik iets zie dat ik niet heel erg leuk vind, dan kan ik dat wel uiten, ja. Om het even zo te zeggen. Roken jullie? Nee, nee. Heeft Biba ooit iets gehad met het broertje van Fleur? Nou, dat is eigenlijk hoe ik Fleur ken. Ja. Ja, van groep... ik weet het eigenlijk niet. In de basisschool gewoon echt heel echt mini-liefde gewoon. Ja. Maar er gingen hun altijd afspreken. Grappig. En dat durfde Biep volgens mij niet alleen. En dan ging ik mee. En dan ging ik met Fleur afspreken. En dat was dan bij hun thuis bijvoorbeeld. Dan gingen jullie samen buiten spelen. En dan gingen wij boven foto's maken of zo. Vonden we toen al leuk. Die foto's die jullie toen maakten. Ja. De Fleur en ik vonden de foto's maakten toen al leuk. Heeft u een vriend? Nee. Welke vriendengroep gaan jullie het meeste mee om? Mm. Ja, ik denk gewoon zussen. Ja. Dus met wie we ook naar Ibiza waren.
die zie ik wel veel. Maar ik zie ook niet iedereen daarvan heel veel. Nee, maar we zien elkaar met elkaar ook niet meer heel veel. Nee, dat is waar. Na Ibiza is dat echt een beetje... Ja, maar het komt omdat we in die periode heeft iedereen een relatie gekregen bijna. Ja, dat is ook zo. Niet allemaal, maar veel hebben wel gewoon allemaal nu iets wat steady is. Ja. En ja, waar we het dus net al over hadden. Vaak denk je dus, oké, ze is met haar vriend. Dus ik ga niet appen. Maar niet altijd is dat zo. Zie je mij als nicht of vriendin? Ik zie jou wel nog als nicht. Als iemand zegt, als ik ergens met jou ben en iemand vraagt wat aan mij, wie is dat? Dan zeg ik mijn nichtje. Toch? Ja, maar ja, dat is ook zo. Je zegt niet nee. Ja, maar ook vriendin. Dus dan zien we elkaar toch meer nog als nichtjes. Ja. Denk ik. Ja, maar ja, ja. Ja, maar ja, ja. Maar dat is logisch, toch? Ja, ja. Dat je dan zegt mijn nichtje in plaats van als mijn vriendin. Ja. Ja, daarom ja, maar ja. 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 Oké. Wat is jullie body type? En wat vinden jullie van elkaars type? Wat is body type? Oh, boy type. Geintje. Boy type. Nou, Biba, zal ik jouw boy type omschrijven? Denk ik. Oké, zeg maar. Moet jij zeggen of het goed is? Ja, oké. Oké, ik denk dat Biba echt valt op een Hollandse jongen. Maar die wel een beetje donkere features heeft. Dus gewoon een beetje donker haar en een beetje donkere wenkbrauwen en zo. En hij moet wat langer zijn dan haar. Hoeft niet heel gespierd te zijn. Hij moet zeker niet veel te oud zijn. Hij moet echt maar max 2 jaartjes ouder. Misschien nog wel best dezelfde leeftijd. Nee, wel iets ouder eigenlijk. Okay. Eigenlijk liever wel. Oké, dus 2 jaartjes of zo ouder. Dat ja. is wel genoeg. En hij moet wel een beetje pit hebben. Want Biba kan echt een bitch zijn. En hij moet wel even haar kunnen aanpakken. Maar hij moet ook wel weer heel lief zijn. Want soms wil ze ook even gewoon lekker kunnen... op iemand. En ik denk qua kledingstijl gewoon zoals jouw broer zich ook kleedt. Ja. Ja, nou, het komt ergens in de buurt. Ja, nou, dat is het toch eigenlijk gewoon? Ja, ja, wees. Of heb je nog aan toevoegingen? Of nee. Zo? Nee. Nee. Nee, maar. Ja, dat moet grappig zijn. Hij moet vooral goed met mijn familie kunnen klikken. Ja, dat ook. En met mijn vrienden. Dat hebben we wel gemerkt. Dat het belangrijk is. Ja. Ja. Ja, nee, ja, goed omschreven. Ja, en hoe zou je mij nou omschrijven? Ik heb echt geen type naam. Nee, dus ik ben heel benieuwd hoe je dat gaat doen. Ja, maar ik eigenlijk hoef ook niet per se bruin haar. Nee, dat is ook zo, alleen... Ik weet niet waarom ik... Ja, maar ik hoef ook niet per se bruin haar, maar als ik mijn ideale type zou omschrijven, is dat denk ik wel bruin haar. Ja. Of donker haar in ieder geval. Oké, okay, jouw... Maar qua innerlijk dan? Hij moet grappig zijn. Ja. Hij moet lief zijn, maar ook weer niet te lief. Maar hij moet bijvoorbeeld, als ik hem geef, hij moet ook niet te veel een lolbroek zijn. Want dan zie ik hem weer eerder als een maatje. Ja. Hij moet zeker niet te lief zijn. Want dat vinden ze vervelend. Eerder irritant. Nee, ja. Ja, hij moet wel gewoon een beetje met dingen komen. Leuke dingen doen. Uit zichzelf met dingen komen. Dus Jani. Nee, maar dat is niet per se waar ik echt op val. Maar dat zou ik wel leuk vinden. Ja, maar ja, als je ideale plaatje. Ja, dat wel. Maar ja, dan heb ik nog wel een hele lijst. Ja, oké, dat is maar waar ik vaak op val, is gewoon iemand die... niet te veel op de voorgrond staat. Gewoon een beetje rustig, een beetje chill type. Ja. Niet een mooi boy. Gewoon een beetje lekker nonchalant. En niet te veel aan zijn uiterlijk doen. Gewoon normaal. Ja, hij moet zeker niet te glad zijn. Nee, ik wil geen gladde haartjes helemaal in de gel. En dan, weet je, geen baard helemaal strak. En zo'n strak shirtje aan en zo. Nee. Dat vind ik echt helemaal niet. Nee, oké. Okay. En... wat vinden we van elkaars type? Nou ja, jij zou nooit op mijn type vallen. Nee. En ik ook niet op de jouwe. Dus dat komt helemaal goed uit. Ja. Ja. Maar ik... ja, jij vindt denk ik... wat ik zeg maar... wel een iemand die een beetje een lolbroek is... vind jij wel juist leuk. Ja. En ik juist niet.
Tenminste, ik vind dat soort mensen wel heel leuk, maar ik val daar nooit op. Nou, maar het moet ook weer niet te erg zijn. Het moet ook niet te erg dat mensen hem alleen maar zien als grappig. Ja. Net zoals ik zie Owen alleen maar als grappig. Snap je wat ik bedoel? Ja. Wel een beetje. Ja, oké. Dus daar val je dan weer niet op. Nee, daar zou ik dan niet op vallen. Maar ik hou wel van als een jongen gewoon leuke humor heeft en me laat lachen. Ja. Maar het moet er inderdaad ook weer niet alleen maar daarom gaan. Ja. Interessant. Oké, zullen we hem beëindigen hierbij? Want zoveel hebben we ook niet meer. Nee. We zitten al 40 minuten te filmen bijna. Oké, nou jongens. Bedankt voor het kijken. Volgende keer als we een video op gaan nemen, dan doen we een beetje originele vragen AUB. Misschien kunnen we een keer Most Likely to doen of zo. Dat is ook wel leuk. Oh ja, dat is misschien leuker dan die vragen. Ja. Oké, nou bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.